En dan kijken, hoe gaat ze die tijd neerzetten? Inzitten is natuurlijk toch altijd een beetje aftasten van hoe lopen die paarden. Alleen ja, op een WK heb je daar natuurlijk eigenlijk geen tijd voor. Dan moet dat gewoon van de eerste tot de laatste hindernis helemaal perfect lopen. Nou, die hindernissen die hebben ze uitermate goed bekend. Ze weten dus wat ze te wachten staat. Ze kennen die paarden. Zo kan je natuurlijk een lijn uitstippelen. Maar goed, die lijn moet snel wezen, lijn moet kort wezen. Elke week die in de wil rijdt, ja, die gaat lopen. Nou, we gaan kijken. Stamboek dat in Nederland gewesteld is, waarvan origine uit Groot-Brittannië komt. Ja, dan wordt het toch moeilijk spannend daar bovenaan. Hè? Want dit is natuurlijk wel heel belangrijk, want hiermee wordt een uitgangspositie voor morgen neergezet. Morgen dan vindt hier op het hoofdterrein de afsluitende vaardigheid plaats. Zo'n parcours met van die keels en die balletjes erop en dan is elk balletje van rond 3 strafpunten. Maar ook een strakke tijd wordt er vaak neergezet. En we moeten dus goed daarop gaan letten. Dus we zullen alles doen Overigens is de kink in de kamer weer verholpen. Hebben weer alle standen hier binnen. Catharina Enerhoog uit Zweden op de studie staat. 161-47 is de score. Hendrik Hupper, Denemarken op de finish zijn. 10e plaats nu naar de Brescia Marathon, 152.90 voor Hendrik Hupper, Denmark. Place nummer 10, result 152.90. Bovenin heel dicht bij elkaar en tussen de eerste twee plaatsen de nog een seconde die er zitten, dus daar je moet echt heel scherp rijden en een kleine zigzag van je paard die zal erop op daar
Maar goed, ik ga het voortvaren, rij lekker door. Maar het voordeel komt in de water, dat is natuurlijk al een voordeel van het water. Het ziet er in ieder geval allemaal mooi uit. We gaan zo dadelijk in de laatste bochten in. Het zal niet voor dezelfde tijd worden, dat gaan we niet lukken. Maar die staat ook wel heel maar we gaan ze natuurlijk aanmoedigen. Hoor weg naar de finish. Tijd 52:43. Goede zaak, ik ben benieuwd hoe je dadelijk bij jou die hindernissen gaat doen, Bert. Ja, we zijn benieuwd. Het duurt nog even, want wij gaan eerst kijken naar Miek Mosegaard Nielsen uit Denemarken met Bram Tedder. We hebben trouwens weer een eindscore. Uitslag voor Sebastian Bogas uit Polen, plaats nummer 27, 166-49. Ook met de opponent Sebastian Bogas at base nummer 27, voor de score of 166-49. Ook Jailbane uit Australië is gefinished 65-77 in de laatste hindernis. En gaat naar plaats nummer 26, 166-03 het resultaat. Base nummer 26 van Dallander Jailbane voor de score van 166-03. Saskia, ja, 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 ja